Nou, echt is dat het zo serieus is dat die kinderen dus ook alleen maar echt kunnen doen wat ze ook nog maar gedesigned zijn om te doen. Kunnen niks anders meer. En als we dan gaan forceren dat ze toch iets anders moeten, dan worden ze ziek. En heel veel kinderen zijn ziek op het moment. En al die kinderen zijn ziek. Ja, de sterren staat eigenlijk al geschreven. Nou, wat voor persoon we zijn. Nou, het staat niet geschreven wat voor persoon we zijn. Wel welke potentie we hebben. Welke talent we totaal gezond is voor ons. Om maar onszelf op te vullen met dingen die we niet zijn. Terwijl we niet geïnteresseerd zijn in onszelf. Het is gewoon totale gekte waar we mee bezig zijn. Als je dan daarnaast nieuwe autoriteit hebt. Hoe jij dan beslissingen gaat nemen met je lichaam. Dus dat je vanuit je lichaam gaat leven. En dat je lichaam gaat voelen wat gezond voor je is. Niet je mind met verhaaltjes. We gaan een beetje geld verdienen of kan een beetje seks. Alles wat jij maar wil weten van jezelf. Alles wat je denkt, wat je wil weten. En die gaan we hierover vragen. Maar ja, die buik en die mind, die mind die geeft niet op. Die mind die wil in charge blijven. Ja, dat willen we niet meer doen. We willen juist direct naar de source gaan. En dat is gewoon moeilijk. Dat is niet makkelijk. Nee, een kopje zit ook alles in de weg. Dat merk ik wel. We zijn zo geprogrammeerd. We doen er niks aan. Maar ayahuasca en marihuana zijn hele goede tools. Maar ook, ik raad je ook aan om niet te veel te blowen. Niet overdag. Want je energie gaat naar beneden. Ja. En je wordt niet meer gezien voor wie je bent. Ja, nou, ik doe mijn werk zoals vroeg. Ik doe al mijn werk zoals vroeg, al mijn charts, al mijn dingen. En dan, dan gaan we eten. Nou, is er nog meer werk? Stafuren, pof. Of gewoon de hele dag doorknoten tot 6 uur. En s'avonds thuis komen, paf. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier. Maar het is gewoon goed dat je gewoon, ja, iedere keer bevrediging hebt. Van bevrediging naar bevrediging naar bevrediging gaat. En dat je het alleen maar naar je zin hebt. Alleen maar zorgt dat je het naar je zin hebt. En zodra iets tegen zit, zodra iets frustrerend is, probeer of het kan veranderen. Kijken of het uit je leven kan helpen. Als het niet kan, dan weten we het, dan accepteren we het, dat het daar is. We kunnen het niet veranderen, we gaan er met een bochtje omheen en wat dan ook. Maar we gaan daar geen energie aan wijden meer. Of zo min mogelijk, als we er niet vanaf komen. En we gaan alleen maar dingen doen die we leuk vinden. En zodra jij dingen doet die je leuk vindt, al is het de afwas doen, al is het wat dan ook. Dan ben je aanvankelijk voor het universum om gevraagd te worden. En als jij een beetje in je eentje ziet, ja, dat zit hier mee, ik ben een beetje gefrustreerd en dit werkt niet. Denk je dat het universum dan naar je toe komt? Nee, natuurlijk niet. Maar als jij gewoon lekker in de tuin bezig bent met je plantjes en je ditjes en je datjes en je bent lekker aan het filmen, je gaat lekker naar de waterval en je gaat een beetje voetballen of wat dan ook. Dan heeft het universum zo, die rooi die zit lekker in zijn vel, maar we hebben ze even bellen. En zo werkt het, echt waar. En je gaat er gewoon op een gegeven moment je eigen frequentie zijn, je eigen frequentie worden. Dat ben jij gewoon. Niet wat andere mensen zijn. Niet wat andere mensen jou conditioneren. Nee, jouw frequentie. Waar niemand je uit kan halen. En dat is gewoon anders dan andere mensen. En dat is wat we doen met Human Design. Dat we echt onze individuele eigen zelf worden. En niet homogenized zijn. Oh jongens, tieten, bieren, voetbal. Weet je wel. Dus ja, je gaat echt een anders worden. Je gaat je eigen dingen doen. Je gaat je eigen dingen beslissen. Je gaat ook bepaalde dingen voor jezelf gewoon fijner vinden. Waardoor je dus meer van jezelf gaat houden. Waardoor je dus ook anders wordt dan andere mensen. En dat is wat je hier bent. Om jezelf te differentiëren van andere mensen. En niet allemaal van een clubje te horen. En niet allemaal hetzelfde te zijn met een tribe. Maar om totaal anders te zijn. Je eigen zelf. En dat is een proces. Maar dan moet je gewoon heel direct aan jezelf zijn. En vanuit jezelf gaan komen. En diezelf die beslissingen gaan nemen. En je eigen pad ga je dus ook maken. Ja. Want dingen komen naar je toe. En ik kan je zoveel mogelijk helpen met vragen stellen, boekjes geven en audio. Maar ik kan je niet leren wie het is om Roy te zijn. Jij bent hier om zelf achter te komen. Wat is de Bijbel van Roy? Ik ben een 3-6 Manifesting Generator on the Cross of Service. En zo doe ik mijn service en zo doe ik het. Daar heb ik met niemand anders mee te maken. En alles wat er in mijn baan komt, ja, dat wordt opgeruimd. Want dat werkt niet meer toch? Ik kom met wat nieuws en je bent hier echt met wat nieuws te komen. Wat mensen gaat helpen om in zichzelf te zetten. Wat je dus eigenlijk ook al nu doet met die filmpjes. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik ben er heel blij mee.